Dit was voor het eerst dat ze echt een beetje kon staan. Shit. Hey, Sif, die vaas is op tafel, hè? Welke is gevat? Je kent het wel dat je dan op vakantie bent en dat je dan denkt, oh, we willen vanavond uit eten. En dat je de hele avond bezig bent met dat ene leuke tentje zoeken. Goedemorgen. Je denkt waarschijnlijk, waarom eet ze altijd pannenkoeken? Ik eet niet altijd pannenkoeken. Pannenkoeken zijn interessant om te laten zien en de rest... Ik hou van pannenkoeken die aan de binnenkant nog een beetje gooey zijn. Lekker dik en zacht. Oh, de weight. Ik kan hier nooit op wachten. Ik heb altijd al het gevoel dat ik dat papiertje eruit wil trekken. Ik ben zo ongeduldig. Ik ben foto's aan het afdrukken. Kijk, oh, dit was misgegaan. Maar kijk, deze foto. Ik vind deze heel erg leuk. En deze foto die we in Engeland hebben gemaakt. En deze, die vind ik ook zo leuk. Die was voor het eerst dat ze echt een beetje kon staan. Als ik haar vasthoud natuurlijk, maar normaal dan was ze altijd met haar benen helemaal in de lucht. En nu de laatste foto. Oh, ik vind hem nog steeds wel heel mooi. Alleen ik had hem wat warmer moeten maken. Ja, hij ziet... had hij er wat beter bij gepast. Shit, zou ik hem nog warmer maken? Hij veel slechtere kwaliteit dan die andere. Ja, yeah, I know. Maar ik had het origineel niet meer hiervan. Nee, ik zou hem daar niet aan gaan, want het wordt alleen maar lelijker. Ook niet als ik hem wat warmer zet. Ik denk niet dat het mooi wordt. Nou, is het heel erg? Nee toch? Nee. Maar hij ziet wel deze... Het is een paar keer misgegaan. Het is een paar keer misgegaan, ja. Ik vind dat heel... Ja, ik vond het lastig met dat randje en zo. Met de randprint, want ik wil eigenlijk dus... Deze rand wilde ik eromheen hebben. En dan ga ik de onderkant ga ik er nog afsnijden. Het blijft niet zo'n Polaroid. Ik print nooit foto's uit. En ik heb van sinds Sarah is geboren, bijna een heel jaar dus. En de enige foto's die ik geprint heb staan hier. Twee foto's van Sarah. Afzetten hier. Achter nog een paar. Oh, wacht. Deze. Het is een beetje gek om foto's van jezelf in huis op te hangen. Dat vind ik nog steeds heel raar. Maar ik wil wel echt heel graag een foto van ons in huis hebben. Ik vind het dan wat persoonlijker. Wat lach je nou? Dat is een avontuur van wat we hebben opgenomen dat we aan het dansen zijn. Ja? Zo, dat is gewoon heel grappig. Oh, echt? Kom maar. Eerst over papa heen, hè? Kom maar. En dan over mama heen. Kom maar, hinder is één. We spelen een soort bruggetjes waar je dan overheen moet kruipen. Goed zo. Maar ze kan het wel. Oh, ik weet niet of je iets kan zien, maar... Ga maar! Oh, goed zo! Ja, goed zo. Sarah, nu weer hier. Deze kant op. Joep, nou dat je het... Boom! Kom maar. Het is wel lastig dat wij, als we nou allebei onze benen hier hadden liggen, jij moet even omdraaien snel eigenlijk. Maar haar makkelijker. Ja. Hij is zo'n slecht kind. Woe! Ja! Even vieren. Woe! En nu door. En door. Nog één. Ja. Even uitzetten. Work those legs! Dik dieper, honey, dik dieper! Woo! Yeah. High five! Girl, high five! Shit. Heb jij dat gedaan? Nee, heb ik gedaan, hè? Oké, I must confess, ik heb het zelf gedaan. Ik had Charlie even op het, erop gezet, want er lag allemaal eten. Dus ik dacht, mooi kwijt, anders moet ik het helemaal moeilijk doen. Het is toch buiten. Lekker, hè? Lekker bloemkool gegeten. Dus dat tip is om. Hey Sif, die vaas is op tafel, hè? Ik hoorde het al verrekenen. Hoorde je het al? Weet je hoe ze eruit zagen? Ja. Want als je het niet weet hoe ze uitzien, dan mis je ze denk je ik ook niet. Een klein blauwtje en een klein groentje, maar ik dacht dat je glas liet vallen. Welk vaasje heb je laten vallen? Hoe zei ik? Klein, klein? Klein groene, een beetje dikkertje en een blauwe. Die zijn ook niet meer te koop. Ze waren zeker ook heel duur. Nee, dat niet zozeer. Maar... Wel van mijn eigen geld gekocht, maar... Het is zo'n ding wat je met je schoonmoeder ooit hebt gekregen. Dat denk je toch niet erg als dat valt. Welke is gevat? Alle twee? De blauwe. Hoe heb je hem gevat laten vallen? Ze staan op tafel. Dus Sarah heeft hem eruit gedaan. Nou, het gebeurde toen ik Charlie op tafel zette. Maar wat is... Hans die zegt, weet je, we doen het een keer andersom. We doen het vaak zo dat Hans haar op bed legt
en ik het hier opruim, omdat Hans vaak overdag weg is. Dus dan heeft hij even tijd met Sarah. En dan ruim ik gewoon alles op. Hij zegt, we doen nu alles om vandaag. Ik zei, oké. Tot nu toe gaat het goed. Maar dan zet je Charlie op tafel. Oké, whatever. I'm not even gonna ask questions. Ja. We zijn vanavond onze vakantie een beetje aan het voorbereiden voor over 2 weken alweer. Super decadent, want we zijn net terug. Shiva zei wel toen we terugkwamen, zei, nou, ik ben meer toe aan vakantie dan ooit, want we zijn wel heel moe. Maar iets heel anders, of niet iets heel anders, iets een beetje anders. Je kent het wel dat je dan op vakantie bent en dat je dan denkt, oh, we willen vanavond uit eten. En dat je de hele avond bezig bent met dat ene leuke tentje zoeken wat dan goede reviews heeft en lekker eten is en een beetje gezond en een beetje in de buurt zit. Dat proberen we deze keer iets handiger aan te pakken, want we hebben daar de vorige keer run dat we naar Amerika gingen en überhaupt als we weggaan ook in een weekendje weg. Hebben we daar best wel veel tijd aan besteed. Ik heb in Google My Maps, ik weet niet of je dat kent. Volgens mij kun je gewoon naar mymaps.google.com en dat gaan we even proberen. Hier, mymaps.google.com. En dan kun je een kaart aanmaken. En die heb ik dus hier aangemaakt. En dan kun je dus allemaal puntjes op die kaart zetten en die kun je in groepen verdelen. Dus ik heb een groepje met shopping. Kijk, zie je dat? Dat zijn leuke winkels. Of alle natuurparken waar we heen willen. Maar wat is dat? Je vroeg je altijd af, dat uniformstijl. Ja, dat is om ervoor te zorgen dat alles wat natuurpark is, hetzelfde logotje heeft. Want je kan ook elk natuurpark een ander logotje geven. Maar dat is niet handig. Dus dat is dan gewoon het logo van de categorie? Precies. Oké. Ja. En dit is bijvoorbeeld Los Angeles. En dan hebben we, kijk, daar zijn, wat zijn dat? Oh, dat zijn allemaal eetentjes die heeft Shifra net toegevoegd. En die gele sterretjes, dat zijn allemaal sightseeing dingen. En dat betekent niet dat we onze vakantie echt tot in detail hebben gepland van dan en dan. Oh, sorry, wil je er ook bij? Nee. En dan gaan we dit en dit doen. Daar was Shifra in het begin een beetje bang voor. Ze van, oh, ik wil ook gewoon maar een beetje zien. Maar dit is juist om onze vrijheid te geven. Ze van, dit zijn allemaal dingen die we willen en kunnen doen. En als we ze allemaal niet doen, weet je wel, ook fijn. Ja, het is meer denk ik dat als we ergens zijn en we willen ergens dat we iets willen eten, dat we alleen maar op onze kaart hoeven te kijken in plaats van uren op internet te zoeken. Want op internet zijn het 100 tentjes en dit zijn er 20 of 30. Precies, ja. Ja, en dit zijn vooral tentjes. Ik vind heel veel via Instagram. Ja. Heel veel eetentjes en sightseeing points en zo. Het meeste vind ik via Instagram en volg ik aan toe aan de map. En dat, ik ga in deze vlog, je ziet het hier in de iCard en ik zet het ook even onderin in de description, een linkje naar de map die wij gebruiken, die we dus zelf hebben gemaakt. Als je op dat linkje klikt, kan je die kaart ook zien. Dan zie je waar we allemaal overheen willen. En de komende dagen en de komende 2 weken gaan we daar steeds meer dingen aan toevoegen. Als je dingen ziet en je denkt, oh, daar moet je zeker heen. Hou er wel rekening mee dat we er al 2 keer zijn geweest. Maar als je iets ziet, dan mag je het toevoegen. Oh ja. Nee, niet toevoegen. Mag je even tippen. Je kan het niet toevoegen, je kan het alleen maar zien. Maar je mag ons wel even een berichtje sturen, dan misschien zit er iets tussen. Hollywood sign hebben we al gezien. Hoorde je dat? Ja. Shiva is even aan de billen aangekomen. Nee, aan mijn knie, maar ik heb daar zo'n jeuk. Ik wilde echt heel hard krabben en toen dacht ik, wow, dat klinkt wel alsof er een dier. Hier, moet je horen. Klinkt toch heel hard? Niet doen, Charlie. Ja, maar ja, dat had ik eigenlijk moeten zeggen. Wat? Oh, hij is er nog aan. Hij is echt zo blij dat het tweede weer ligt. Kijk hem gaan, joh. Oh, is hij dood? Charlie? Ja, hij is het uitgelaten. Wow, dit is dus de hond als hij net is uitgelaten. Oh, daar ben je. Ja, we zijn er nog. Ja. Hollywood sign hebben we dus al gezien, zeg maar, basic dingen, maar de rest laat ons even weten. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te subscriben. Like deze video. Druk ook na het subscriben even op het belletje, zodat je al onze video's ziet, want ja, je wil ze eigenlijk allemaal zien. En je krijgt ze niet allemaal zien, tenzij je op het belletje drukt. En we zien jullie, deze komt vrijdag van maandag. Ja, we zien jullie maandag weer. Ik moet echt een keer een compilatie van maken van hoe vaak jij vrijdag en maandag een keer doet. Dat is echt, dat moet ik echt een keer doen, want we zien jullie gewoon maandag weer. Doeg!